Je kunt hem bijna niet missen, Schapendoes Dudek. Als een wilde is hij altijd op zoek naar blikjes en sinds kort brengt hij ze ook naar de afvalbak. Nee, wij snappen er eerst helemaal niks van. Hij vindt het gewoon hartstikke leuk. En het is natuurlijk een schaapshoedertje, maar hij werkt zich dood dus door blikjes te zoeken. Goed zo, Dudek. En welke bak je ook noemt. Hij zoekt ze en dan laat hij ze los. Ja, nou, het is perfect gewoon. Het is de ideale hond. Hij is hartstikke lief en hij ruimt op. Nou, wat wil je nou nog meer? Nou, kom maar hoor, dude. Kom maar. Goed zo, man. Zo, en dan gaat ze gang wel. Omdat Dudek zijn opruimronde al heeft gehad, hebben Edith en Ilse wat blikjes verstopt in de bosjes. Hij snapt er niets van. Maar hij vindt het toch wel een beetje raar, hè? Kom maar even zoeken, man. Zo. Oh, goed zo. Zoek de bak. Het is gewoon, hij ruimt het op. Hij heeft elke dag wel 4, 5 blikken. Vanmorgen had hij er al 3. Nou, en als er geen blikken zijn, dan neemt hij de plastic flessen. Er is altijd wel wat. Het is een gek beest gewoon. Verleden jaar heb ik een poos met hem gelopen. Na een paar maanden was Edith geholpen aan een nieuwe heup. En toen had ik hem 3, 4 keer in de week mee. Vorige week toen ging ik hem weer uitlaten, want Edith die was pijn in de knie. Ze zegt, hij kan wat nieuws, hij kan het blikje nu ook gewoon naar de bak brengen. Dus ik had zoiets, ja tuurlijk. Ik kom het park in en ik zeg tegen hem van, joh, zoek de bak. Nou, hij rent naar de bak, hij gaat zitten. En helemaal leuk. Het is jammer dat het moet. Mensen moeten eigenlijk zelf de klerenzooi opruimen, maar ja, zolang ze dat niet doen, hebben we Dudek. Daar zegt Ilse zo wat. Het aantal blikjes in de natuur is het afgelopen half jaar fors opgelopen, zeggen ook milieuorganisaties. Ze vragen het kabinet om dit jaar nog met statiegeld op blikjes te komen. Tot die tijd helpt in ieder geval Dudek een handje, een bekje mee. Nou ja, misschien dat ik eens met de gemeente iets kan doen, dat ze wat meer bakken neerzetten, ook achter het ziekenhuis. Want dan kan hij het daar ook op gaan ruimen. Dat zou wel erg leuk zijn. En hij werkt gewoon verder, zonder gemoppen. Hij doet het altijd vrolijk.